We hebben in Japan geen scouts rondlopen, maar tegenwoordig gebeurt alles met datas, videocalls. Ook op dat vlak hebben we denk ik heel grote stappen gezet. De speler heeft enkel nog maar in Japan gespeeld, Hij is daar op iets latere leeftijd doorgebroken, maar het is een snelle speler hè, die toch wel een actie heeft en die hard werkt en die de hoeken kan induiken.